Jauger. Er is een dorp in Nederland, misschien dat je het kent. Daar gaat het leven anders dan je bent gewend. Het is een mooie wereld hier, het is een mooie wereld hier. Vol van avonturen en van spanning en plezier. Het is een mooie wereld hier, het is een mooie wereld hier. Zelfs als je alleen bent, heb je toch plezier voor vier. Stroomstoring is voorbij. Geen onzichtbare verdwijner. Ja, beter. Celine? Ja? Wil je nog een kopje thee? Ik ben nu klaar wakker. Nee, ik ga naar de wc en dan naar bed. Dankjewel. Wacht. Alsjeblieft. Ik heb vannacht met de bomen gesproken. Met de bomen? Ja, is dat zo gek? Misschien niet, maar kunnen bomen spreken dan? Ze fluisteren. Ze zijn wijzer dan mensen, omdat ze veel ouder zijn. Ze weten veel van de geschiedenis van Delder Plons. Ze hebben me alles verteld over de onzichtbare verdwijner. Maar vertel, wat weet je van die onzichtbare verdwijner? Goed, het klinkt misschien raar, maar de onzichtbare verdwijner is niet gemeen. Is eigenlijk heel erg lief. Lief? Jaren geleden woonde er een elfenkind in het bos. Een elfenkind? Een elfenkind is een soort van elf, maar net niet helemaal. Elvira heette ze. Ze was altijd vrolijk en lief. Het was een heel liefdevol kind. Ze hield heel veel van bomen, bloemen en dieren. Van mensen was ze een beetje bang. Daarom verstopt ze zich graag op dicht begroeide plekken in het bos. Nou, het klinkt wel interessant, maar ik begrijp niet wat dat allemaal te maken heeft met de onzichtbare verdwijner. Elvira is de onzichtbare verdwijner. Wat, hoe kan dat nou? Weet je nog die tovenaar die in het bos woonde? Ja, dat weet ik nog wel, Balthazar. Precies.
En Balthasar had een hekel aan vrolijkheid en aan kinderen. En daarom heeft hij haar omgetoverd in een angstaanjagend groot persoon waar iedereen en alles van schrikt. Dat is echt iets voor Balthasar en heel gemeen. En daarom is het goed dat jij dat boek hebt gevonden. Daarmee kunnen we haar helpen om gewoon weer Elvira te worden. Maar kan jij haar omtoveren? Ja, dat moet wel lukken. Nu begrijp ik ook waarom ze in dat maïsveld was op de boerderij. Ze wilde zich natuurlijk verschuilen voor de mensen. Ja, waarschijnlijk wel. Maar wat ik niet begrijp, ze zat wel achter Selina. En ze probeerde haar te grijpen. Waarom? Misschien probeerde ze haar niet te grijpen, maar alleen aan te raken. Je kunt niet zien dat ze lief is, maar je kunt het wel voelen. Ze probeerde Selina alleen maar gerust te stellen. Wat is er? Ik word een beetje moe. Oh ja, dat is de kruidenthee. Daar kun je een beetje slaperig van worden. Had ik dat niet verteld? Nee. Even. Liggen. Hey, Wietje. Waar is Elindia? Die is natuurlijk naar het bos. Een beetje bang is. Geef haar de tijd. Dit is nummer 1, baas. Goed te Friedrich. Nog 100 te gaan en dan is het hele dorp in slaap. Friedrich, is de politie ook al in slaap? Zodat ze me niet zouden zien. Goed zo, Friedrich. Dat zijn er weer twee. Nog eentje te gaan en dan is het hele dorp in slaap.
Maar ik hoop wel dat die spiecht een beetje opschiet. Want dat slaapgas is over een half uurtje uitgewerkt. Wat doe jij hier? Ik kom me melden, meneer Knijffluiter. Gripstuiver! Oh, sorry. En waarom kom jij je melden? Nou, ik heb iedereen in het hele dorp besproeid. Wel, nee, man. Kijk nog eens goed, man. Beldeplons heeft 101 inwoners. Je hebt er nou 100 in slaap gesproeid, dus we hebben er nog één te gaan. Ja, dat is de eentje niet thuis. Wie? Het duurt wel erg lang voor ze zich laat zien. Heb geduld. Ik ben helemaal vergeten om Witje eten te geven. Oh, nee, wacht nou. Blijf nou gewoon. Straks komt ze. Ik ga Witje eten geven en daarna kom ik meteen weer terug. Goed? Oké, goed. Het hele dorp in slaap geprooid. Behalve de goochelaar. Sorry, meneer Kleinsnuiter. Grijp, stuiver. Geef maar hier die spullen. Ik ga die goochelaar wel zelf in slaap sproeien. En gaan we daarna dan de gouden paprika stelen? Ik ga de paprika stelen. Oh, en ik dan? Jij gaat slapen. Wat bedoelt u, meneer Sluipschuiver? Grijp, stuiver. Witje, je eten staat klaar. Kom maar. Moet ik nou die goochelaar? Oh, wacht maar. Als hij straks naar buiten komt, dan grijp ik hem. Witje, ben je bijna klaar? Ik moet zo terug naar Elendia. Handen omhoog, over, hè? Jij? Omhoog! Maar je gaat gevangen in Boevenvoort. Ja, maar een grijpstuiver is niet voor één gat te vangen. Wat ben je van plan? Die juwelendief die had iedereen in dit dorp in slaap gesproeid. Hij was er alleen eentje vergeten. Wie dan? Jou. Zo. Dat is ook weer klaar. Oh! Hey, wie ben jij? Staan blijven! Kom terug! Thank you.